Chinees? Daar hebben ze ook frieten, hè? Denk het wel. Flietjes. Ja, flietjes, hè. Flietjes. De serie Thuis heeft dit fragment uitgezonden, bedoeld als grapje. Maar Joey vindt het helemaal niet grappig. Ze vindt het juist kwetsend. Dat heeft ze laten weten in een video op Insta. Het was maar een grapje. Ik lach niet. En, waar had hem zin in? Frieten. Origineel, hè. Maar ik heb geen goesting in frituurkost. Chinees? Daar hebben ze ook frieten, hè? Denk het wel. Flietjes. Ja, flietjes. Flietjes. Niet meer acceptabel is in 2021. Wanneer scheids lachen met flietjes, doet het hem bloedtanden koken. Het was maar een grapje. Ik lach niet. Voor mij ook heel veel helpt is met mijn bullet journal te werken. Ik maak dan heel graag to-do lists. En zo'n lijstje dat je kan afschrappen is natuurlijk heel handig. En dan markeer ik de dingen die zeker eerst gedaan moeten worden. U lacht met de zaak die mijn vader zelf uit de grond heeft gestampt zonder enige hulp. U lacht met elke Aziatische Belg en Aziatische Nederlander die een conflict voelt elke keer dat er wordt gevraagd naar hun culturele identiteit. Denk het wel. Flietjes. Ja, flietjes. Hè? Wat de beste antwoord aan? Nou, maar zien. Verzeihung. Herr Generaloberst von Salmuth, es ist da. Warten Sie. Geben Sie her. Was ist da? Der zweite Teil des Funkspruchs. Berlin. Ja, der zweite Vers. Verwunden mein Herz mit eintöniger Mattigkeit. Verwunden mein Herz mit eintöniger Mattigkeit. Herr Generaloberst, wir haben die Invasion innerhalb der nächsten 24 Stunden zu erwarten. Setzen Sie die 15. Armee in Alarmbereitschaft. Danke. Flietjes. Ja, flietjes. Is het in sommige contexten dan wel oké om te lachen met accenten en om accenten na te doen en in andere niet? Ik ga je een voorbeeld tonen waar dat het wel goed is gedaan, aangezien dit een representatie is van een Aziatische vrouw die naar het Westen is getrokken. Flauw, ik heb de vloertwijlen gedaan vandaag. Ik heb geen goesting in frituurkost.